Heb jij nog steeds moeite met het begrip toestemming? Stel je dan voor dat je in plaats van dat je seks met iemand wil, je een kopje thee voor iemand wil maken. Je zegt: Hé, hey, heb je zin in een kopje thee? En zij zeggen: Ja hoor, dat zou ik heerlijk vinden, dank je. Dan weet je zeker dat ze een kopje thee willen. Als je zegt: Hé, hey, heb je zin in een kopje thee? En zij doen van: mmm, Ik weet het eigenlijk niet zo goed. Dan kan je een kopje thee voor ze maken, of niet? Maar hou er rekening mee dat ze het niet gaan drinken. En als ze het niet drinken. Dit is het belangrijke deel. Dwing ze niet om het toch te drinken. Het feit dat jij voor die ander thee gemaakt hebt, betekent niet dat hij het ook op moet drinken. En als ze zeggen: Nee, dank je. Maak dan helemaal geen thee voor ze. Dwing ze niet om thee te drinken. Word niet kwaad op ze, alleen omdat ze de thee niet drinken. Ze willen gewoon geen thee, oké? Okay? Misschien zeggen ze eerst wel: Ja, graag, dat is erg aardig van je. Maar als de thee klaar is, willen ze hem ineens niet meer. Tja, dat is natuurlijk vervelend voor je, omdat je al die moeite hebt gedaan om de thee te maken, maar ze zijn absoluut niet verplicht om de thee te drinken. Ze wilden eerst thee, maar nu niet meer. Sommige mensen veranderen nou eenmaal van gedachte in de tijd dat het kost om het water te koken en de thee te laten trekken. En het is oké okay dat iemand van gedachte verandert, ze zijn nog steeds niet verplicht de thee te drinken. Als iemand niet bij bewustzijn is, maak dan geen thee voor ze. Bewusteloze mensen willen geen thee en ze kunnen niet op de vraag reageren: wil je thee? omdat ze niet wakker zijn. Oké, okay, misschien waren ze bij bewustzijn toen je vroeg of ze thee wilden en zeiden ze toen ja, maar ze zijn in de tijd die nodig was om het water te koken en de thee te laten trekken, in slaap gevallen. Wat je dan moet doen is dit: zet de thee neer, zorg ervoor dat de slapende persoon veilig is en, dit is het belangrijke stukje weer, dwing ze niet om de thee te drinken. Toen zeiden ze ja, tuurlijk, maar bewusteloze mensen willen echt geen thee. Als iemand ja tegen thee zegt en begint met drinken, maar dan tijdens de thee in slaap valt, ga dan niet door met de thee in hun keel te gieten. Haal de thee weg, zorg ervoor dat ze veilig zijn, want bewusteloze mensen willen geen thee, geloof me. Als iemand afgelopen zaterdag bij jou thuis nog ja zei tegen thee, dan wil dat nog niet zeggen dat ze willen dat je de hele tijd thee voor ze maakt. Dan willen ze niet dat je onverwacht met thee langskomt bij ze thuis en ze dan dwingt de thee te drinken omdat ze afgelopen week ook wilde. Of dat ze wakker worden terwijl jij thee bij ze naar binnen aan het gieten bent. En dat je dan zegt, maar je wilde vorige week ook thee. Als je begrijpt hoe idioot het is om iemand te dwingen thee te drinken terwijl ze geen thee willen, en je kan begrijpen dat mensen soms geen thee willen, hoe moeilijk is het dan om dat te begrijpen in het geval van seks? Thee of seks? Het gaat om toestemming. En nu we het er toch over hebben, ik ga een lekker kopje thee voor mezelf zetten.